Check. Jawel, mensen. Ik wou eens gewoon weer even een oldschool spiritual life doen. Oftewel, lekker alleen met die stem. En dan gewoon met een beetje die zwoele muziek erbij. Waardoor het allemaal lekker overkomt. De juiste intonatie heeft. En dus gewoon als de waarheid bij jou binnenkomt. En ik heb een heel verhaal geschreven, mensen. Dus laten we maar gelijk beginnen. Ik weet zeker dat dit met jou gaat resoneren. Want dit is gewoon vet. Goed, mensen. Hoe kun je het kwaad in de wereld het best beschouwen? De kwade invloed of de verborgen handen die wij aan het werk zien in onze wereld krijgen dan vorm zoals we eerder hebben besproken. Het zijn inderdaad duivelse stukjes van het bewustzijn die de ingewikkelde structuur hebben gebouwd die onze perceptie beheerst. Althans, zo lijkt het inderdaad te zijn. Toch blijft het enigszins natuurlijk op afstand en ongrijpbaar. We kunnen er kennelijk niks aan doen. En het is al bijzonder lang altijd zo geweest. Maar toch is het in den beginne een reflectie op basis van jouw uitgestraalde gevoel. De kwade invloed zit in ons allemaal en krijgt op die ongrijpbare externe manier vorm in onze wereld. Ongrijpbaar, maar wel echt in onze overtuiging. Wij zijn door ons ego-bewustzijn compleet gehypnotiseerd door de externe wereld en beschouwen deze ook als fysiek echt. En ook al is het dan een fysieke, solide, maar wel lichtprojectie, het feit dat men bewust toevalligheden kan creëren door dus te vragen om die tekens, maakt deze blijkbaar echte realiteit wel volledig onze creatie. Toeval bestaat niet. Zeker niet wanneer dit toeval door jou is gevraagd en welke je hebt ontvangen. De wereld die wij ervaren, stralen wij uit als het bewustzijn. Dat is de hoogste waarheid in deze realiteit. Het eerste wat men ook 25.000 jaar geleden bijvoorbeeld aan de kinderen leerde toen de mensheid mentaal op een hoger niveau zat. En zo bestaat er dus een soort golfbeweging tussen die verschillende niveaus waarbij we steeds meer omhoog golven, zeg maar. We komen uiteraard uit het dal van zo'n golf, wat Dwapara Yuga heet in het Hindoeïsme. En beginnen aan de laatste opwaartse golf, welke Kali Yuga heet, het einde der tijden. En zo zijn er zoveel oeroude profetieën, sommige waarvan geclaimd wordt meer dan 10.000 jaar oud te zijn, die allemaal spreken in hun eigen taal over de periode waarin wij nu zitten. Deze periode is belangrijk ook om tot jezelf te komen, jezelf te vergeven en probeert de connectie te vinden met jouw innerlijk wezen. Specifiek deze dagen blijken wederom nog eens extra belangrijk te zijn, want er zijn nu eenmaal onzichtbare elementen of krachten in onze wereld die de voortgang van ons bewustzijn voortduwen. Daar heb ik het afgelopen jaar zelf al bijzonder veel van gemerkt natuurlijk. Ik ben in staat om mentalisten goocheltrucs te doen. Ik ben helderziend geworden. Ik kan remote viewing en ik heb helder contact met mijn hoger bewustzijn gekregen. Iets wat ik het jaar daarvoor natuurlijk niet had. Iets waar ik wel altijd over gelezen of gehoord had, maar wat ik sinds 2012 enigszins teleurgesteld langzaam heb losgelaten destijds. Totdat ik er dus in 2020, december om precies te zijn, letterlijk wakker geschud werd erdoor. Maar goed, dit kunnen wij allemaal ervaren, mensen. En dit ervaren wij ook eigenlijk allemaal al elke dag. Alleen beseffen wij het niet. Ik heb nooit eerder beseft ook dat de inspiratie die wij verwoorden, zeker wanneer we nadenken over de belangrijke zaken in het leven of over onze mening, dat die inspiratie de algemene inspiratie van iedereen is. Omdat iedereen één is en een expressie is van hetzelfde bewustzijn als dat jij bent. Het is dus belangrijk om in deze dagen op deze manier proberen het leven te beschouwen. Dat het allemaal jouw bewuste creatie is. Daarmee wordt het ook langzaam jouw bewuste creatie en zul je beter gaan begrijpen hoe die wereld al die tijd vorm heeft kunnen krijgen. Dan wordt de hele dag een opeenstapeling van toevalligheden die jou af en toe zo perplex kunnen stellen, waarmee jouw interactie met jouw wereld zoveel meer interessanter wordt. Voordat je naar buiten gaat namelijk bijvoorbeeld, denk eens na over de projectie die je dan zometeen gaat zien.
besef dat iedereen die je ziet en die je bijvoorbeeld niet kent, gewoon de wildvreemde mensen op straat, daar op dat moment lopen omdat dit allemaal volgens jouw verwachtingspatroon nu eenmaal zo vorm zou moeten krijgen. Want jij verwacht en weet natuurlijk wie jij allemaal dan tegen zou kunnen komen of hoe gemiddeld de dagen er in jouw buurt eruit zien. Alle mensen zijn een unieke reflectie van het bewustzijn dat jij uitstraalt. Maar alleen jij bestaat dus echt. Maar wat is echt? Jij bent alleen van jezelf bewust is eigenlijk een betere manier om het te verwoorden. De rest van de mensen lijken los van jou te staan en zijn extern van jou, zeg maar. Toch zijn het jouw reflecties die jou specifiek ook verder op weg kunnen helpen wanneer je er bijvoorbeeld voor kiest om een van hen aan te spreken. Zeker als je bijvoorbeeld onbekende mensen aanspreekt in de vorm van een vraag stellen of op een of andere manier het gesprek aangaan. Of wanneer je in gesprek bent en dan vraagt naar iemands overtuiging of mening of iets dergelijks. Iets waar men over na moet denken bijvoorbeeld. En diegene zal hoogstwaarschijnlijk naar volle eerlijkheid antwoorden. Dat kun jij ook prima beoordelen wanneer je resoneert met de waarheid die deze mensen dan tegen jou uitspreken. Want als de mensen iets tegen jou zeggen waarmee jij resoneert, oftewel het klinkt voor jou als de waarheid, dan komt dat ook omdat de waarheid ook in jou zit. Je herkent de waarheid. Of je herkent dus de bias, zeg maar, of de vooroordelen van diegene die jou aanspreekt. Het is of het een of het ander. Je kunt dus het ego-aspect in de ander herkennen als wel de boodschap uit zijn of haar hart. Je kunt van jezelf uitgaan dat die eerlijke waarheid, waar je dan op zoek naar bent, natuurlijk ook in jou zit. Want als je diep en goed nadenkt over de zaken die voor jou op dat moment van belang zijn en probeert jouw ego-aspect uit te schakelen, zeg maar, dus jouw eigen belang opzij te zetten en eerlijk na te denken over wat het beste is voor de hele situatie in het algemeen, voor iedereen, dat kan ook de beste oplossing die jij al in je hoofd had zijn, jouw eerste idee, zeg maar hoeft niet per se jouw eerste voorkeur te zijn. Want er is in elke situatie maar één waarheid. En dat is natuurlijk de beste uitkomst voor allen. Dat betekent echter niet dat de waarheid gehonoreerd wordt natuurlijk. Want onze wereld is namelijk de expressie die zwaar wordt beïnvloed door ons als ego-aspect. Wij zien de wereld door onze persoonlijke bril. Daarmee scheiden we onszelf af binnen de projectie en interacteren wij ook met andere ego-aspecten van het bewustzijn. De mensen die wij dagelijks tegenkomen. Allemaal mensen van vlees en bloed in onze overtuiging, maar op moleculair bouwsteenniveau slechts de lichtprojectie die we uitstralen. De wereld is niet solide en het bewustzijn creëert alles wat wij zien, inclusief het universum. Alle hooggeavanceerde kennis die in onze wereld te vinden is, zit dus ook al in ons en komt op ons pad wanneer we specifiek ons erin zouden verdiepen. Dan zullen we langzaam de waarheden herontdekken die al die tijd al in ons verborgen lagen. Maar naast dat we dus extern onze waarheden gereflecteerd kunnen zien worden, is ons bewustzijn in staat om bijvoorbeeld zonder het zicht de wereld enigszins voorspelbaar gewoon waar te nemen. Ik vernam laatst bijvoorbeeld onderzoeken onder kinderen die geblinddoekt waren en dan na wat oefeningen gevraagd werd om bepaalde kleuren te raden op de kaarten die voor hen werden gehouden. Welke kleur zagen zij? Kinderen die bij zichzelf niet blind zijn, maar op dat moment dus niet kunnen zien. Echter wel prima in staat zijn om vrijwel 100% accuraat deze kleuren te raden. De wetenschappers stonden er bijzonder versteld van. Zeker wanneer zij de kaarten achter de kinderen hielden. Ook toen waren de kinderen prima in staat om de juiste kleuren te raden. De oefeningen die ze werd aangeboden hadden te maken met jezelf buiten je lichaam proberen voor te stellen. Slechts als gedachteproject, zeg maar. En zo waren deze kinderen dus in real time in staat om in dit gedachteproject dus constant het bij het juiste eind te hebben. En ik heb een soortgelijk project ook wel eens als die mentalisten truc uitgevoerd met mijn eigen kinderen. Waar vooral het bij mijn jongste kind, zeg maar mijn dochter, de accuratesse inderdaad zeer hoog was. Dit komt namelijk omdat wij in ons jonge leven dan nog niet echt ons eigen ego hebben opgebouwd binnen onze ervaring van het bewustzijn. Probeer je eens voor te stellen dat je weer opnieuw geboren zou zijn. Het is, zoals je weet, altijd dezelfde ervaring van de realiteit, hoe oud je ook bent. Het is altijd nu en je bent altijd al zo geweest zoals je bent. Echter, nu even dus heel even opnieuw beginnen en zonder taal eigenlijk weer het leven beschouwen. Langzaam word je steeds meer bewuster van jouw wereld. Dit zijn dus jouw kinderjaren, zeg maar. Toen besefte je en bestond je er ook nog niet bij stil dat jij bijvoorbeeld in een ontwikkeling zit als bewustzijn.
En was je slechts die rauwe expressie van het bewustzijn wat wij allemaal zijn? Wanneer begint jouw persoonlijkheid eigenlijk echt vorm te krijgen binnen deze ervaring? Omdat kinderen dus nog niet zoveel ervaring hebben als zijnde persoonlijk meegemaakt in de meeste gevallen, zijn zij slechts en alleen de expressie uit hun hart. Het is slechts en alleen het hogere bewustzijn wat spreekt naar het vermogen van het kind. En doordat men dus alleen maar eerlijk zijn voorstelling kan verwoorden, wat stellen zij zich voor te zien met een blinddoek om in die kamer? En de ingevingen of voorstellingen of fantasieën die deze kinderen krijgen ingegeven, kunnen alleen maar de rauwe waarheid belichamen. Kleine kinderen zijn spiritueel nog bijzonder beschermd en goed verbonden met hun hogere bewustzijn. Het eerste wat ik mij besefte en herinnerde als de staat van zijn, nadat ik eigenlijk die paranormale ervaring kreeg, is ook hoe het ook alweer was toen ik dus kind was. Wat ik nu meemaak als de connectie met het hogere bewustzijn, was het begin van mijn leven de enige stem in mij. En ik heb al die tijd natuurlijk gedacht dat het mijn eigen stem was natuurlijk. Net zoals dat jullie dat denken. En het is ook jouw stem. En wat verwoord je dus wanneer je eerlijk over jezelf bent? Het is zo'n mooi en sterk concept. Ik kan het echt iedereen aanraden om dat eens te doen. Stel jezelf de lastige vragen alsof er een wildvreemde tegenover je zit die deze vraag stelt. Ga maar eens uitleggen uitgebreid op papier of via een spraakcomputer zoals ik dat doe, hoe jij dan precies denkt over de zaken van het leven, van jouw leven. En als je dat dan hebt verwoord, hoe het dan volgens jou allemaal is gegaan, dat is dan de expressie van jou als ego-aspect. Maar beantwoord nu dan eens dezelfde vraag alsof je als onbekende op afstand naar de situatie kijkt. Of beter nog, probeer de situatie te beschouwen vanuit het oogpunt van eventuele tegenspelers of mensen die er ook mee te maken hadden. Stel, je hebt een nare conflictsituatie met iemand meegemaakt, welke al jarenlang een psychische druk op je legt. Ook al heb je dan niets meer met deze persoon te maken, probeer eens eerlijk vanuit zijn ogen dezelfde situatie te beschouwen. Wanneer je dus een geloofwaardig verhaal voor jezelf moet neerzetten, wat lijnrecht tegenover jouw ervaring staat, hoe zou jouw tegenspeler dit scenario aan zichzelf uitleggen? En als je dat dan gedaan hebt, neem dan weer eens een stap terug van de situatie. En nu je dus de verschillende invalshoeken in kaart hebt gebracht, die je ook dus duidelijk hebt kunnen identificeren, en waarvan je dus de inspiraties herkent, wanneer jij jezelf de volgende vraag stelt, wat hier nou de beste en meest eerlijke uitkomst van zou moeten zijn. Stel, jij hebt gewoon nare situaties meegemaakt in het leven die jou getekend hebben. Dat hebben wij namelijk allemaal, en dat maakt ons ego ook zo sterk binnen ons bewustzijn. De leuke dingen kunnen wij alleen maar als zodanig beschouwen, omdat we allemaal maar al te goed weten wat de nare ervaringen zijn in het leven. Dat zijn lastige vragen om aan jezelf te stellen. Vragen waar je al jarenlang jezelf van een halfbakken antwoord hebt voorzien, wat jouw verhaal is geworden. Wij zijn dit en dat omdat wij dit en dat hebben meegemaakt. Of ik heb al jaren dat en ik ben zo omdat ik toen en toen dat en dat heb meegemaakt. En dat kan wel zo zijn. En misschien ook al die tijd is dat ook al wel zo geweest. En ook al heb je het voor jezelf dan helemaal zo klaar als een klontje in je hoofd, toch moeten we allemaal gaan beseffen dat het juist deze dingen zijn die ons ego eigenlijk alleen maar tegenhouden in zijn ontwikkeling. Het zijn zaken waar je eigenlijk helemaal niet eens herinnerd aan wil worden, maar die we wel belichamen. Dat komt namelijk omdat we deze gevoelens nooit adequaat hebben beantwoord. En dat is nou eenmaal een functie van ons als onzichtbaar bewustzijn. Wij stralen nu eenmaal onze gevoelens uit en beoordelen vervolgens de projectie of deze exact is. En zaken waar dus niet een sluitend oordeel over is geveld, of die verstoord zijn ontvangen en dus schadelijk zijn, de nare dingen die wij dan hebben meegemaakt, wij maken onszelf wijs dat we er adequaat op hebben gereageerd inmiddels of over hebben geoordeeld, maar dat heeft al die tijd al met ons meegesleept, omdat we ons juist nog niet goed genoeg hebben geuit hierover. Ondanks dat ze dagelijks van invloed op ons zijn, lopen we al jaren weg voor onze eigen problemen. Problemen die misschien heel groot of depressief lijken, of die angsten in ons aanwakkeren, waardoor we er al snel niet meer aan willen denken. Al die problemen die we dus jarenlang niet adequaat hebben beoordeeld, stapelen zich op in die rugzak die wij onszelf noemen. Dit zijn de waarheden die in ons zitten, maar niet een realiteit belichamen die adequaat is beoordeeld. Dit zorgt ervoor dat die zware rugzak het levenspad bijzonder bemoeilijkt.
Omdat we met deze gevoelens blijven rondlopen, wordt dit natuurlijk dienovereenkomstig ook naar buiten geprojecteerd. En creëert het situaties waardoor wij ons nog meer zo kunnen voelen. Het is namelijk een interactieve projectie die zich constant aan jou wil conformeren. Jij bent je echter niet bewust dat het feit dat de jarenlange problemen die je met je meesleept ook daadwerkelijk je wereld om zeep helpen. Maar het is nu eenmaal de periode van ons collectieve bewustzijn waar we nu in zitten, mensen. Wij zijn allemaal egootjes en daar kunnen we in principe ook eigenlijk niets aan doen. Want zo werkt het nu eenmaal in die golfbewegingen van de ontwikkeling van het bewustzijn. Ik zit misschien voor een aantal van jullie, ogen misschien een klein beetje hoger op een golf. Maar ik kan jullie vertellen dat ook jullie deze golf uiteraard gaan meemaken. Er is namelijk geen andere weg en de verandering is nu al in gang gezet. Het is dus tijd om jouw ego-aspect binnen jouw bewustzijn eens goed in kaart te brengen. Daarmee van binnen gaat beseffen dat het inderdaad de wereld negatief beïnvloed heeft. Maar omdat het ook een afwijkend pad heeft gecreëerd naast die van het hogere bewustzijn, wat zeg maar het enige pad van de waarheid is, creëert het dus daarbij ook het kwaad als de grens en de waarschuwing. En is het eigenlijk ook in den beginne bedoeld om het bewustzijn weer bij de les te krijgen en bewust te maken van zijn projectie. In het bestaan voor dit leven waren wij al die bewuste creators in een hogere dimensie, zeg maar. En in die wereld werk je met hypnotische symbolen welke jouw bewuste creatie verder ondersteunen. Jij als bewustzijn wil in zo'n staat van zijn altijd het goede nastreven, maar kan zoals op aarde ook met kwade invloeden te maken krijgen. Het zijn de eerste tekenen voor het bewust creërende bewustzijn dat de grenzen van het bewust en vrij creëren naderen. Dat wanneer men zich zou inlaten met deze kwade invloeden, dus te veel bewust die spirituele interactie aangaat met zijn externe wereld, waarmee het automatisch gehypnotiseerd wordt en daarmee de fall of mankind weer beleeft. Het wordt vastgezet in de creatie totdat hij of zij weer beseft dat hij gehypnotiseerd is geraakt. Hij wordt vastgezet in de tijd, zeg maar, of in de ervaring van tijd. En wij kennen dit als het begin van ons leven. Het bestaat in onze wereld dus als die schijnbaar verborgen hand of duivelse invloed. Wij ervaren ook allemaal dat deze er is en dat deze mensen zeg maar ook worden geleid vanuit een soort samenzwering die duivels lijkt in een wereld vol met satanische symboliek, met zijn satanische machtsstructuren. Het is letterlijk onze projectie die tegen ons schreeuwt dat wij gehypnotiseerd zijn geraakt door onze projectie. Dat is wat het echt betekent. Het kwaad in onze wereld komt voor door de oneffenheden binnen ons bewustzijn. Diepgewortelde, verborgen problemen die we nooit meer geadresseerd hebben. Waarvan je waarschijnlijk al vele jaren niet eens meer bewust bent. Dat heeft er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat onze wereld corrupt is geworden. Het feit dat we nu als collectief een verhoogde ontwikkeling binnen dit bewustzijn meemaken, zal deze problemen dus uiteindelijk gaan blootleggen waarmee we ze gaan oplossen. We zullen beseffen dat we in onze huidige staat van zijn dit gewoon niet meer als een probleem meer met ons mee gaan slepen. Het vertaalt zich vervolgens in een wereld wat we nu zien. Een wereld waarin een machtsgreep lijkt plaats te vinden die te doorzichtig is voor woorden. Die nu al dreigt te mislukken en die ook 100% zeker gaat mislukken. Waarmee dus wij het volk, ieder individu eigenlijk zijn vrijheid weer terug heeft gewonnen door voor zijn eigen waarheid te blijven staan. Jezelf verlossen van jouw interne struggles vertaalt zich als nieuw gewonnen vrijheden in de wereld. Het maakt jou vrij van die rugtas en het leven dus makkelijker, draagbaar en misschien wel gelukkig. Maar vooral wakker. Wakker voor de kracht van zelfontwikkeling. Wakker voor die band met het hogere bewustzijn. En dan creëer jij dus letterlijk de wereld om je heen. Zo zit het dus, mensen. En niet anders. Althans, dat mag je helemaal zelf bepalen. Dus een hele fijne dag. Later.